Niet elk kind krijgt gelijke kansen. Deze kansongelijkheid onder jongeren komt steeds hoger op de agenda te staan bij organisaties en in de politiek. In Nijmegen is de Jongerenraad in gesprek gegaan met bestuurders van scholen en wethouder Grete Visser over kansongelijkheid in het onderwijs en wat er tegen gedaan moet worden. Jongeren zien kansenongelijkheid en de effecten ervan terug bij hun medeleerlingen op school. Eenzaamheid, armoede en discriminatie. Jongeren vinden dat er echt iets moet gebeuren om deze problemen aan te pakken. En ze komen met hun eigen ideeën. Zo heeft Vincent samen met andere leden van de Jongerenraad een idee bedacht om discriminatie aan te pakken. Dat leerlingen in een klas met veel andere leerlingen moeten zitten. Dus dat vanaf jongs af aan dat leerlingen gewoon de les krijgen, zoals lentekriebels, dat elk jaar terugkomt, dat discriminatie gewoon slecht is en niet moet gebeuren. En als je het vanaf de middelbare school doet, dat leerlingen al rebels zijn en hun mening hebben gevormd, dat het eigenlijk al te laat is. Dus je moet vroeg af aan beginnen. Vanuit de gemeente zijn er al verschillende hulpmiddelen om kansenongelijkheid aan te pakken. Ja, er zijn best wel heel veel dingen als het gaat over armoede. Dan hebben we Stichting Leergeld, waar je bij aan kan kloppen om mee te gaan met een schoolreisje. Als het gaat om discriminatie, dan beginnen we op lagere scholen al. Bijvoorbeeld met Schools Out. Het gaat dan over LHBTIQ+ discriminatie. Maar dat zou je uit kunnen breiden. Met misschien ook wat meer bekendheid geven aan andere achtergronden, andere geloven. Toch zien de jongeren vaak dat dit soort hulpmiddelen niet bekend zijn bij leerlingen en ouders. Doordat het over gevoelige onderwerpen gaat, praten leerlingen er ook niet graag over. Volgens de jongeren is het bespreekbaar maken van het probleem wel de oplossing. We hebben een heleboel onderwijsprogramma's die helpen om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren. Maar dat is heel erg moeilijk, vooral ook omdat er heel veel taboe op rust. Dat leerlingen niet genoeg doen om hun gevoelens aan te kaarten, dus dat mentoren daar ook moeten bijdragen, maar ook leerlingen dat zelf moeten doen. Dat is nu al lastig voor leerlingen, omdat zij nog niet veel vertrouwen hebben in hun klas. En wij hopen dat met goede gesprekken met de mentor en in hun klas dat het goed zou komen. Maar dat zal nog wel een vraag blijven die gehanteerd moet worden. Laten we contact houden met elkaar. Als je ziet dat iemand gepest wordt, als je ziet dat iemand niet mee kan met een schoolreisje, als je ziet dat iemand verdrietig is, zeg even, goh, hoe gaat het met je en probeer elkaar te helpen. En dat kun je als leerlingen onderling doen, maar ook als mentoren, als leerkrachten, als de conciërge van de school.